Deze week is het precies 30 jaar geleden dat het World Wide Web werd bedacht. Op 12 maart 1989 kwam ingenieur Tim Berners-Lee met een idee dat de wereld zou veranderen. Op dit moment telt het internet meer dan 4 miljard gebruikers. De economie draait op bits en bytes. Banken, ziekenhuizen, luchthavens en energiebedrijven kunnen niet meer zonder. Wat als het hele internet uitvalt door een gecoördineerde cyberaanval? Het systeem is ook kwetsbaar. De vraag is, wat als internet wordt platgelegd? Ronald Prins, oprichter van Fox IT, vaker hier te gast geweest. Nu een belangrijke adviseur van de minister als het gaat over de AIVD en over dat soort zaken. Om te beginnen, kan het? Kan internet gewoon uitvallen? Nou, echt alles platleggen, dat zal heel moeilijk worden. Maar het zal best wel lukken als je echt je best doet om bepaalde regio's uit te schakelen. Of bepaalde services, zoals WhatsApp, als je dat alleen zou willen raken. Dus dat soort dingen zal wel lukken. Maar ja, het internet, uiteindelijk de 3 computers die mij thuis verbonden met elkaar zijn, is ook een stuk internet. En nou, die denk ik nog wel redelijk afgeschermd hebben. Maar daar heb ik niet zoveel aan als de rest weg is gevallen. En wat gaat er, wat je zegt WhatsApp, oké, dat is één ding. Maar bijvoorbeeld betalingsverkeer, ik noem maar wat. Kun je dat uitschakelen? Nou ja, heel veel van de pintransacties die we gewoon in de winkels doen, dat gaat uiteindelijk over automaatjes die gewoon over het internet lopen. En ja, die apparaten zijn verbonden met één knooppunt waar al die transacties verwerkt worden. Als je dat weet plat te leggen en langdurig. Ja, dan kunnen we dus niet pinnen. En ik ben hier nu heen gekomen met alleen pinpasjes, geen contant geld meer. Dus mensen dragen ook geen contant geld meer bij zich. En als dit langdurig gebeurt, ja, dan gaan uiteindelijk die koelkasten echt leeg. En dan is het eten op. En dan weten we ook niet meer in de winkels hoe we aan het eten moeten komen. Dan gaan we plunderen. Nou, dan gaan we plunderen, ja. En sterker nog, als het internet echt plat ligt, dan zijn die winkels ook niet meer bevoorraad. Want daar zijn we ook van afhankelijk. Ja, dus de hele logistieke keten erachter en die hele voedselindustrie, die heeft ook het internet nodig. En dat is wel wat mij best wel vaak zorgen baart. Van, het is heel mooi, al die digitalisering, en dat brengt ons veel. En daar moeten we ook gewoon lekker mee doorgaan. Maar ik vind wel dat we ook moeten nadenken over wat, precies deze vraag. Wat blijft er dan over als het internet plat gaat? Wat hebben we dan nog voor systemen die ons op dat moment in leven kunnen houden? Dus toch cash geld in huis. Ergens in een oude sok? Ja, ja, het is de Duitse kabinet heeft 2 jaar geleden in de zomer een oproep gedaan aan onze burgers. Van zorg dat je wat drinkwater in huis hebt, zorg dat je wat eten in huis hebt. Zorg dat je een paar honderd euro in je thuis hebt liggen. Want dingen kunnen uitvallen. En ik vind dat een hele reële oproep. Even misschien straks over hoe we ons moeten voorbereiden en ook op andere schalen. Nog even naar wat er dan gebeurt. We hebben het pinnen gehad, we hebben WhatsApp gehad. Maar je zegt, als dat te lang duurt, dan is er ook geen eten meer. Is een soort, ik weet niet hoe je dat zo moet noemen, een kettingreactie iets wat je voorziet als grote delen van het internet plat worden gelegd? Ja, ik denk als cruciale dingen plat gaan, dan gaan we proberen op een andere manier in te vullen. Dus als we niet meer kunnen WhatsAppen met elkaar, dan gaan we weer proberen te bellen. Maar daar is het hele telefonienetwerk niet meer op berekend op zoveel belletjes. Hè? Dus dat, en sterker nog, de vraag is hoe het telefonienetwerk, wat ouderwets klinkt, maar wat ook eigenlijk misschien gewoon weer een internetsysteem is, dat valt op dat moment ook uit. En zo zal je allerlei gevolgeffecten zien van het ene valt uit. Hè? Dus als we niet meer kunnen pinnen, gaan we met z'n allen naar de geldautomaat. Nou, daar zijn er al veel minder van en die zijn ook binnen een paar uur leeg. Mm-hmm. Dus de alternatieven, waarvan we nu soms denken dat die er zijn, die zullen ook, daar zal ook van blijken dat die opeens weg zijn. Wat zijn de, stel dat je kwaad wil, hè, als buitenlandse mogendheid, als iemand die geld wil afpersen. Wat zijn de meest kwetsbare of de belangrijkste doelen in Nederland? Of je begint nu te glimlachen, is dat iets wat je dan niet kunt zeggen? Dat is, ja, ik vind dat een hele lastige vraag. Het is, ik denk eigenlijk alles wat vitaal is. Hè. We hebben 12 vitale sectoren. En er zit dan energie tussen. En als de stroom uitvalt, dan valt ook het internet uit. Er zit de transportsector in, de luchtvaart, de haven die dicht kan gaan. Het financiële systeem, de zorgsystemen, dus de zorg. Alles wat je daar raakt is een vitaal proces en daarmee per definitie voor ons enorm schadelijk als dat zou gebeuren. Gwenda, jij houdt je hier dagelijks mee bezig, hè? Met dit soort, met hybride beïnvloeding, oorlogsvoering, et cetera. Dit is een groot onderdeel daarvan, lijkt mij. Ja, precies. Vroeger ging het veel meer over territorium en tegenwoordig gaat het veel meer over invloed. En het is niet puur militair, maar het gaat ook heel erg over informatie en over economische middelen. En daar proberen we ook inderdaad vanuit Defensie met de andere departementen te kijken hoe kunnen we samenwerken om ons daar beter tegen te wapenen. Want dat is wel echt nodig. Hoe doen we het nu, Ronald, qua wapenen? Niet zo goed als de landen om ons heen. Ik vind Nederland is een van de meest digitale landen ter wereld. En daar past dan ook bij dat je jezelf je weerbaar maakt op diezelfde manier. We zijn er heel erg afhankelijk van, dus daar moeten we ook een antwoord op hebben. En ik merk dat de landen om ons heen daar harder aan het trekken zijn. En ik denk juist,
het is zo'n complex thema en zo veelomvattend. En als ik zie hoe dat wordt aangepakt, heel versnipperd. Hè? Elk departement doet wat. Allemaal ambtenaren, hele slimme mensen en iemand allemaal goede wil bij elkaar. En toch zie ik elke keer als een coalitie weer met wat geld komt, 95 miljoen per jaar om cyberproblemen aan te passen. Ja, dan zit iedereen zijn stukje weg te harken. En ik mis daar het grote, alomvattende plan omheen. En als ik bijvoorbeeld naar de Engelsen kijk, ja, die hebben een hele pittige, zware strategie. Trekken ook veel meer geld uit. 6,5 miljard hebben zij een aantal jaar geleden vrijgemaakt. Iets meer dan 95 miljoen. Heel wat anders. Met een heel goed doordacht plan waarbij ook centraal regie op zit. En ja, dit is een thema wat niet zo goed past binnen ons poldermodel in Nederland. En ik denk ook dat vanuit onze historie, we zijn heel erg een handelsland en we hangen heel erg aan vrijheid van meningsuiting. En dat is allemaal heel belangrijk, maar je hebt aan de andere kant ook de nationale veiligheid die steeds meer samenhangt met economische veiligheid, informatie, beschikbaarheid. En daar moeten we onze ogen denk ik niet voor sluiten. Ik begreep dat de Russen trouwens, jij zegt ander voorbeeld, dat die één keer per jaar gewoon een dag lang de stekker eruit trekken. Klopt dat? Nou, ze hebben het nu aangekondigd dat ze dat voor april gaan doen. En niemand weet dan welk moment. En één keer boem de stekker eruit en dan kijken wat er gebeurt. Ja, die willen gewoon voor zichzelf vaststellen van, ja, wat valt er bij ons uit? En eigenlijk is het een hele slimme oefening. Het gaat wel wat kosten, want er gaan echt dingen stuk. Ja. Maar, maar misschien hebben ze ook wel het idee van, we willen onszelf een keer los kunnen maken. En ja, dus dat zij zelf het initiatief nemen van die stekker, dat dat echt een keer gebeurt. Okay. Maar het is denk ik iets wat je niet op papier kan uitwerken van dit soort scenario's. Je moet echt, helaas, fysiek aan stekkers gaan trekken en dingen kapot maken. Om te zien, ja, wat gebeurt, wat blijft er in ons land over. En nou heeft Nederland heel veel verbindingen waarvan eigenlijk ook niemand die kaart kent van hoe wij verbonden zijn aan de rest van het internet. In Rusland is dat iets meer gereguleerd, dus daar kan je ook aanwijzen, nou, als we deze stekkers doen, dan zijn we los. Maar toch zoiets van een oefening in Nederland, het is best wel een goed idee.